Voor de verandering staan we eens een keer niet aan de boorden van de Vecht, maar aan de boorden van de IJssel, om precies te zijn bij Weijen, vlak bij het gemeentehuis daar. Want er is vandaag een perspresentatie over de hoofdlijnen van de RES, het regionale energiestrategie. Zon overgoten, goed voor de zonnepanelen, maar het hoofdlijnenakkoord behelst veel meer, hè? Het hoofdlijnenakkoord is een tussenstap op weg naar de RES 1.0, zoals we zeggen. En als je zegt RES 1.0, dan denkt iedereen, wanneer komt de 2.0 en de 3.0 enzovoort. Ja. Het is allemaal op weg naar 2030 en nog verder weg naar 2050. Om energie-neutraal te zijn, dat is de doelstelling ook van het landelijke klimaatakkoord. En daar levert ook West-Overijssel zijn steentje aan bij. En het hoofdlijnakkoord is even een tussenstap naar de RES 1.0. West-Overijssel is een van de 30 RES'en in heel Nederland. In de RES West-Overijssel zitten 11 gemeenten. Ik zou zeggen heel Overijssel minus de 14 gemeenten van Twente. Blijven over Deventer, Olstweijen, Zwolle, Kampen, Staphorst, Zwarte Waterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg. Raalte, ik denk dat ik dan degene vergeten ben, maar er zitten ook in de waterschappen. Dat zijn er meerdere waterschappen die in Overijssel actief zijn. En de provincie Overijssel natuurlijk. En in de bestuurlijke overleggen doen ook de netbeheerders mee. Dat zijn er ook 3. Innexis, Rendo en ook Cogas, namelijk Cotec. Nou staan we met z'n allen voor een enorme opgave. We moeten duurzamer, we moeten van het gas af. Hoe gaan we dat allemaal fixen, om het maar eens populair te zeggen? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag, maar ook een heel complex antwoord zou ik zeggen. Ja. Want bestuurders moeten daarin leiding geven. Hoe doe je dat? Ik ben dan een lokaal bestuurder, net als zoveel wethouders om zo maar te zeggen. Maar ons kabinet heeft gezegd, wij doen mee aan onze bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs. Dus dat is een heel belangrijk gegeven. Dus vanuit dat gegeven werken wij ook. We stellen dat niet ter discussie, we doen ons werk als bestuurders. Maar bestuurders willen ook hun werk doen dat er draagvlak voor is en dat het gerealiseerd kan worden. Dus alles moet een heel goed samenspel, ook met maatschappelijke organisaties. Die adviseren ons ook op inhoud, bijvoorbeeld een LTO Noord, de terreinbeherende organisaties voor de natuur, VNO-NCW, de werkgevers, noem maar op, zo zijn er nog veel meer. En natuurlijk, we werken van onderop, dat is ook een heel belangrijk gegeven. Dus de raden zelf gaan er wel over, van waar komt wat. Ja. Alleen de raden moeten ook een stukje voorwerk hebben. En dat zijn we nu aan het doen als bestuurders. We hebben afspraken gemaakt in de regio hoe we willen samenwerken. Zodat er lokaal goed gewerkt kan worden straks. Nou zien wij overal in het landschap zien we al de voortekenen van omschakeling naar duurzame. Kleine windmolens bij agrarische bedrijven. Dat is heel zichtbaar natuurlijk. Er worden grotere windmolens neergezet. In hoeverre wordt het echt zichtbaar dat onze wereld zeg maar gaat veranderen? Ja, weer een hele mooie vraag. En vooral, complex antwoord, denk ik. Nou ja, ik probeer het in gewone taal ook te beantwoorden. Ja. Want als we het vanuit dat de lijn. Niet, maar het is best veelomvattend. Jazeker, ja. Maar het zal gevolgen hebben. Maar dat heeft het altijd al gehad voor het Nederlandse landschap. Als we bijvoorbeeld kijken hoe de energiebehoefte altijd bepalend is geweest. Ook voor ruimtelijke inrichting. Bijvoorbeeld de veenontginningsgebieden, de rol van turf, noem maar op. Iemand die verstand heeft van landschap en heel veel mensen die er langer wonen, die weten dat van natuur al. Het landschap is leesbaar. En we staan nu weer op zo'n schakelmoment, zou ik zeggen, zo'n schakelpunt in de geschiedenis. Dat de opwek van duurzame energie, voornamelijk zou ik zeggen in de vorm van windturbines en zonnevelden, dat zal zichtbaar zijn in het landschap. Dus daar moet je afspraken over maken. Als je dat niet doet, ik zou het even andersom draaien. Dan zie je heel vaak dat gemeenten het aan de grens van hun gemeentegrens zetten. Ja, en dan kijken de inwoners van de buurgemeente er tegenaan. Dan zeggen wij als bestuurders, begin op tijd met elkaar afspraken te maken. Hoe je zoiets bespreekbaar maakt en dat de mensen ook een zegje mogen doen. Want het staat of valt heel veel met draagvlak. Maar het zal ook pijn gaan doen, dat zeg ik op voorhand erbij. Ja. In die zin, dat is veranderd. Ja, ja. Ja. Er wordt vooral ingezet op zonne- en windenergie. Waterstof heb ik ook al even voorbij horen komen. Hoe ziet u dat zelf? Ik ben geen technicus. Als bestuurder laat ik me heel veel adviseren door mensen van de techniek. Plus de techniek is in ontwikkeling. Daarom zeggen we ook met de RES 1.0 over 2 jaar een RES 2.0. En we leven er wel zijn weer over 2 jaar een RES 3.0. Zodat we ook die technische ontwikkelingen, dus de innovaties in de techniek, kunnen meenemen. En dat we telkens kunnen handelen naar inzicht. Ja, hoe ik dat zie, ik hoor van technici dat waterstof hoe dan ook een heel belangrijke rol zal gaan spelen. Dat is ook de reden dat de netbeheerders ook bij onze overleggen altijd zitten, ons adviseren. Dus er is nog geen sprake van dat bijvoorbeeld van het aardgas af op den duur, dat gelijk zou zijn aan haal alle aardgasleidingen uit de grond, want
Heel waarschijnlijk is de goede infrastructuur in Nederland, daar staan we al bekend. En is de vraag, kun je die opnieuw gebruiken? Maar dan op een andere manier. En heel veel moet nog uitgezocht worden, nog berekend worden. Kan het uit? Kan dat ook anders? Kan het slimmer? En daar overleggen we altijd over. Ja. Kernenergie, misschien is dit toch wel een oplossing. Het is niet echt duurzaam, maar het kan wel een oplossing zijn voor een ongelooflijk vraagstuk. Ja, er zijn heel veel technische oplossingen mogelijk. Toen ik vanmorgen hier naartoe reed, toen hoorde ik op Radio 1 inderdaad een manifest voor kernenergie. Toen dacht ik, ja, maar toen werd ook Duitsland genoemd. Daar heeft de landelijke politiek gezegd, dat is bij ons niet in vraag, om zo maar te zeggen. Daar doen wij niet aan. Dus daarom zeg ik ook, als lokale wethouder moeten wij ook luisteren en ons duit in het zakje doen wat ons kabinet beslist. Vooralsnog zegt het kabinet, we gaan aan de slag met het klimaatakkoord van Parijs en we werken middels de regionale energiestrategieën. Maar mocht dat veranderen van de ene op de andere dag, dan brengt dat ook weer een hele schok teweeg in de uitwerking van de regionale energiestrategie. En dit is nu politiek. Hier gaat politiek over. Hoe richten we de samenleving in? Welke keuzes maken we? Maar vooralsnog, ik zeg het duidelijk, is de keuze, we werken middels energietransitie in de regionale energiestrategie. En daar gaat het om de duurzame opwek. En in samenspraak met inwoners en organisaties. Ja, en niet te vergeten ook lokale energieinitiatieven. Laten we maar zeggen de energiecoöperaties. Ja. Want we hebben ook gezegd, een van de doelstellingen in het hoofdlijnenakkoord is dat minstens 50% van de realisatie van windenergie en van zon op land, dat het in lokaal eigendom is. En dat is niet een doel op zich, maar dat is een middel ook dat het draagvlak is en dat de revenuen ook van die projecten, dat die in het gebied blijven. En we denken, en we geloven daar ook in als bestuurders, dat als mensen ook de zin daarvan zien en dat de revenuen in het gebied kunnen blijven, dat er meer acceptatie zal zijn voor deze projecten. Draagvlak dus? Ja, het is een woordspel soms, acceptatie, draagvlak. Ja. Ik vind als bestuurder het woord draagvlak soms moeilijk, want je kunt niet eindeloos draagvlak gaan creëren, om zomaar te zeggen, of draagvlak afdwingen bij mensen. Dat is niet af te dwingen, mensen vinden er wat van. Maar in onze politiek, in onze democratie hebben we gezegd, de volksvertegenwoordigers, die nemen het uiteindelijk besluit en die hebben de wijsheid om een goed besluit te nemen. En daar doen wij het voorbereidend werk voor als bestuurders. Het is nog wel een hele omslag, een heel serieus iets waar we mee bezig zijn. Dat geldt voor heel veel dingen, ook op het gebied van, ik noem het maar, het waterbeheer in Nederland. Altijd de politieke discussie, welke maatregelen ga je nemen en waar leg je de rekening neer? Beginnen we nu alvast? Of schuif je alles door naar volgende generaties? Daar gaat politiek over. Ja.